Hof veroordeelt hem tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 jaar. Met aftrek van voorarrest. Verder wordt gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij ook van overheidswegen zal worden verpleegd. En het advies luidt om dat te doen aanvangen nadat hij 2/3 van de opgelegde straf heeft ondergaan. Hij rijdt de Valterdijk af in de richting van de Drentse Mondenweg. In zijn spiegel ziet hij dat Suzanne op de weg ligt. In de nabijheid van de kruising Valterdijk-Drentse Mondenweg keert hij de camper en staat ongeveer 10 minuten stil. Hij laat de motor stationair draaien. Vervolgens rijdt verdachte de Valterdijk weer op en rijdt met een snelheid van 50 tot 55 kilometer over Suzanne, die nog steeds op de weg ligt. Gaat u allemaal zitten. Dit gevaar, voor herhaling, kan en wil het Hof niet voor zijn verantwoording nemen. De verdachte heeft op 12 december 2006 laten zien waartoe hij in staat is. Dit mag nooit weer gebeuren. Het is een middel via de achterdeur om te komen tot een zeer lange gevangenisstraf samen met de TBS. In de praktijk, wat ik zeg, komt het op levenslang neer. Daar ga ik maar eens over nadenken wat ik daarvan vind. U kunt eventueel zelf ook nog naar de Hoge Raad stappen, mocht Van D dat ook willen. Nou ja, dat laatste is natuurlijk evident. Hè? Dat is zijn keuze. We gaan het er met hem over hebben. Ik ga hem de boodschap eerst maar eens brengen. En daar hebben we 2 weken de tijd voor. Dus dat gaan we maar benutten. Een forse straf voor Henk Van D dus. Misschien voelde hij het zelf al aankomen, want hij was er niet bij vandaag. De familie van Suzanne was er wel bij en die lijken voor zover mogelijk tevreden met de uitspraak. Van D kan nog in cassatie bij de Hoge Raad, maar of hij dat gaat doen is dus nog niet duidelijk. Maar hiermee lijkt er wel een einde te komen aan het proces tegen Henk van D.